Goedemorgen. Wat is er met jou aan de hand? Hoezo? Je zegt goedemorgen, je bent op tijd beneden en je helpt nog eens mee ook. Alsof ik anders nooit iets aan de ontbijttafel doe. Ja, alles vol smeren met lippenstift. Is er geen versje? Nee, alleen van gisteren. En daar zitten nog twee gehaktballen in. En dan die domme bekers. Waar zijn de mooie kopjes? Die hebben jullie allemaal stuk gegooid. Goedemorgen. Jij ook wel op tijd beneden. Ik heb je pas één keer geroepen. Is hij er al? Nee, nog niet. Is hij er al? Allemaal op tijd beneden. Wat is er hier in hemelsnaam aan de hand? De mof van Manon komt. De mof van Manon? Een beetje normaal, ja. Die jongen heet Detlef. Komt die jongen uit Duitsland op bezoek. Die blijft hier een paar nachtjes logeren. Oh, had ik dat geweten, had ik braadworst gekocht. Je weet het in ieder geval eerder dan pap. En Manon? Waarom zou pap dat niet goed vinden? Heb je het hem niet gevraagd dan? Nee, natuurlijk niet. Stel dat hij nee had gezegd. Goedemorgen. Guten Morgen. Darf ich mich vorstellen? Ja, Junge, wie spreekt mit für Deutsch? Wie bitte? Detlef Baumgarten, angenehm. Fred Koitman, auch angenehm. Dat kwam je vanmorgen aanzetten in een taxi. En een honger dat hij heeft. Pop, dit is Detlef. Hij komt uit Duitsland. Wie bitte? En mag ik weten wat een Duitser 's ochtends in mijn keuken doet? Dat vroeg mijn vader zich ook af, maar toen was het wel 1940. Wie bitte? En wil je nog een broodje? Houden jullie er wel rekening mee dat Detlef een klein beetje Nederlands verstaat? Dus niemand noemt hem mof. Oké, maar mag ik dan nu wel even weten hoe het zit? Nou, we zijn vorig jaar met school toch naar Berlijn geweest. Ja? Nou, toen hebben Kabi en ik Detlef ontmoet. Wat een bof. Hij is muzikant en hij gaat voor ons optreden. Hier in de keuken? Nee, op school natuurlijk. Op ons popfestival. Optreden tegen discriminatie. Detlef is een hele goede zanger en een buitenlands artiest doet het altijd. Vooral 's nachts, hè, mijn man? Normaal, ja. Berlijn, artiest, popfestival, is allemaal goed en wel. Maar dan weet ik nog steeds niet wat die jongen hier doet. Hij blijft hier een paar nachtjes slapen. Oh ja? Zou je dit eerst van tevoren niet even vragen? Ik vraag het nu toch. Jij vraagt helemaal niks, jij deelt het gewoon mee. Pap, doe toch niet altijd zo moeilijk? Ik doe helemaal niet moeilijk. Waar moet die jongen bijvoorbeeld slapen? Bij mij op de kamer natuurlijk. Is er nog kaas? Dat heb ik dol op Hollandse kaas. Bij jou op de kamer? Wie bent dat? Kabi blijft toch ook wel eens bij mij op de kamer slapen? Wat maakt dat nou uit? Hij is bang dat hij ongewenst opa wordt. Hij komt op het campingbed. Ja, ja. Wat nou ja, ja? Hij is bang dat hij overwipt. Detlef is een hele nette jongen, die is echt wel te vertrouwen. Nou, met het vertrouwen van de Duitsers hebben we anders hele slechte ervaringen. Wie bent dat? Pap, doe niet zo belachelijk. Je hebt zelf amper de oorlog meegemaakt. Wie heeft het nou over de oorlog? Ik heb het over de finale van 1974. Dat was helemaal geen penalty. Wil je vielleicht smeerkees? Die andere is het op. Oh. Nou, het gaat in ieder geval niet door. Je kent die jongen amper. Hij mag hier blijven, maar dan slaapt hij bij Peter op de kamer. Ah, dan kan die man mijn huiswerk verduizen maken. Pap, doe niet zo ouderwets. Ik ben geen klein kind meer. Ik ben er altijd nog zelf bij. Ja, en als je niet uitkijkt, dan ben je er gloeiend bij. Nodig ik iemand uit, moet hij bij Peter op de kamer. Mooi verschut. Zolang jij hier woont, hou je aan mijn regels. En anders gaat hij maar bij Kabi slapen. Dat zou ze wel willen. Nee, dat kan echt niet. Nou, dan slaapt hij bij Peter. Punt uit. Trudy, zijn er nog broodjes? Nee, die zijn allemaal door Duitsland ingelijfd. Ach, ik heb zomaar iets uit de kast getrokken. Dat zie ik, ja. Stom. Dat lef. Je ziet goed uit, Gabi. Dank je, doe ook. Na klaar. Want deine haren. Nieuw kapsel. Dat hij dat ziet, hè, Manon? Dat hij zo lach kan houden. Maar jij ziet er ook anders uit dan toen.
Waar is toen nog? Yes, al was het wel weer genoeg. Nu wil hij graag gaan douchen, hè, Detlef? Douchen? Zie je wel, hij wil douchen. Oma aan die treppen links. Wat een stuk, hè? Ja, lekker kontje. Net een koffieboontje. Zeg, ik heb het er thuis nog eens over gehad. Maar ik kan best bij ons slapen, hoor. Oh, doe maar geen moeite, Josse. Koffers staan dan toch al hier. Maar jullie hebben toch geen logeerkamer? Hij slaapt gewoon bij mij. Bij jou? Vind je vader dat zomaar goed? Tuurlijk. Ik ben toch geen klein kind meer? Speel ze schon een lange gitaar? Na klar. En wanneer du auftreedt, zijn er ook meiden die als een dak gehen? Als een dak gehen? Ganz verrukt werden. Na klar. En wollen ihr dan ook deine handtekening? Oh, een autogramm. Nee, die meisten wollen twee. Eins links und eins rechts. Eins links und eins rechts. Auf ihren BH? Nee, die meisten haben kein BH. Keine BH? Op een blote tieten dus. Ke. Zeg, dan kunnen wij ook niet even gitaar leren spelen. Klaar, waarom niet? Kom, Detlef, dan zal ik je laten zien waar je kunt douchen. Blijf jij eens met je tengels van die gitaar af? Ja, schon goed. Peter wil ook gitaar spelen, Dan. Jij? Gitaar spelen? Dat kan niet. Jij zit altijd met je vingers in je neus. Haha. Als je maar weet dat ik meega naar dat festival. Dat dacht ik toch niet? Dat is alleen voor de hoogste klasse. En dat noemen ze dan een optreden tegen discriminatie. Jij blijft maar lekker thuis. Kom, Detlef. Ik heb een idee. Ik ga mee als Rody van Detlef. Als wat? Rody. Die zet de spullen klaar op het toneel voor de artiest. Vergeet het maar. Stel dat ze erachter komen dat jij mijn broer bent. Ben ik dan je zus? Nee, ik heb ze al verteld dat jij mijn achterlijke buurjongetje bent. Kom, Detlef. Zo, gitaar spelen met je neus? Dat kon zelfs Jimi Hendrix niet. Jimmy wie? Ken je die niet? Jimi Hendrix, de beste gitarist aller tijden. Geef eens. Die kon zelfs gitaar spelen met zijn tanden. Laat maar, pap. Zal ik een beetje de snaren nog doormidden. Zeg, waar ik voor kwam, hè? Manon is wel helemaal hoog tot de botel van die Duitser, hè? Mm-hmm. Ik zou jou willen vragen of je je zus niet een beetje in de gaten kan houden. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Hoezo? Wat zou er moeten gebeuren dan? Nou, je weet best wat ik bedoel. Dat ze ergens gaan liggen wippen, bedoel je? Niet zo bij de hand. Waar is die Duitse Herman Brood trouwens? In de douche. Huh? En Manon? In bad, denk ik. Oh. Bad, zei ze. Manon, onmiddellijk openmaken! Openmaken! Aufwachen! Aufwachen, donderwekker! Oh, ik word toezicht. Ja, ik was toch gerade fertig. Manon! Wat sta jij hier radio te doen? Mooi voor schut. Mag die jongen misschien even douchen? Ja, maar niet samen met jou. Kom jij daar nou bij? Volgens Peter. Stom van me, zeg. Ik dacht dat jij in bad lag. Klijkt dat achterlijke buurjongetje wel van je. Zwet er niet? Ook goedemorgen. Gevaarlijke kleur, dat groen. Kijk maar uit voor loslopende honden. Waarom? Als je te lang stilstaat, zien ze het verschil niet met een struik. Honden zijn kleurenblind. Oh, squashen. Helemaal vergeten. Kun je dat niet een andere keer doen? Hé, Fred, dan gaan we een keer squashen en dan vergeet je het. Ja, nou, ik zou jou wel eens willen zien als je 's ochtends bij het ontbijt werd overvallen door een Duitser. Daar droomt zij al jaren van. Oh, dag, vergeten. Het is Detlef. Hij komt uit Duitsland. Frau Kuttmann? Hoor je dat, Fred? Frau Kuttmann. Hij denkt dat ik jouw vrouw ben. Dat is mijn moeder niet, dat is de agenten van mijn vader. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja. Pap, wij gaan een stukje wandelen. Wat? Zo? Ja, daar vraag je er toch om. Doe niet zo belachelijk. Waarom? Nou, dat je een koudje pakt. Doe je jas aan.
dat je Duitse overvaller? Ja, Detlef Baumkarten stond hier vanochtend op de stoep en blijft gelijk even 2 dagen logeren. Koffie. Ja, lekker. Lijkt me een aardige jongen. Dat is een hele aardige jongen. Wil gelijk bij mijn dochter slapen. Ik dacht dat jij zo progressief was. Ja, dacht jij dat er dan alleen maar geslapen werd? Nee, waarschijnlijk niet. Maar wat is je probleem dan? Op de rand van datzelfde bed heb ik ze nog verhaaltjes verteld. Dan wordt het toch tijd dat ze een nieuw bed krijgt. Het probleem van tegenwoordig, dat is niet de jeugd, maar dat zijn de ouders. Als die altijd alles maar goed vinden, dan komt er van de jeugd toch helemaal niks terecht. Dat zijn ontwikkelingen die jij absoluut niet in de hand hebt. Als ze eraan toe zijn, gebeurt het toch. En als de ouders eraan toe zijn, is het meestal al gebeurd. Hij slaapt maar mooi bij Peter op de kamer. Bij Peter? Zou je dat nou wel doen? Je weet het nooit met die artiesten. Jos Brink, Paul de Leeuw, Rolf Wouters. Rolf Wouters? Rolf? Die toch niet? Jawel, maar zijn vriendin weet het nog niet. Niks zeggen. Heer Clapton. Humorpantalon. Rustig maar, het was aardig bedoeld. Dat alles is netjes liggen, straks zal ik niks meer vinden. Kan jij vannacht niet op mijn kamer slapen? Ja, op mijn kamer zeker. Ja, die staat dan toch leeg. Niet helemaal. Detlef ligt er, weet je wel. Ja, daar gaat het nou juist om. Kom op, ik heb toch ook altijd van alles voor jou over. Vorige week mocht je mijn spijkerjasje nog lenen. Oh ja, bedankt nog. Toen ik mijn callaatje af wilde rekenen, legde ik 2 tampons neer op de bar. Ja, ik heb toch ook altijd van alles voor jou over. Je kan toch ook wel eens een keer iets voor mij over hebben? Oké, ik doe het. Ja? Oh, dat is tof van je. Verdemmige weg. Maar dan wil ik wel mee naar het festival. Ja, dat kan toch niet? Jij mag daar niet naar binnen. Als Rowdy wel. Voor 1 gitaar? Ja, dan kan Detlef best alleen af. Dan kan hij het vannacht ook best alleen af. Voor wat hoort wat. Zeikert. Je moet wat over hebben voor de Europese gemeenschap. Oké, jij wint. Vannacht ga ik met Velkebaal naar de wc. Ik hoest een keer, trek door en in die herrie wisselen wij van kamer. Wat een goed idee. Hoe kom je daarop? Uit Kort-Amerikaans. Van Jan Wolkers. Dat heb ik ook op mijn lijst. Ja, maar dit staat niet in het uittreksel. Wat doe jij hier midden in de nacht? Even naar het toilet. Helemaal opgemaakt. Dat is het. Ik dacht al toen ik vanavond naar bed ging. Ik vergeet iets. Peter. Jouw kamer is daar. Oh, het stoom van me. Ik slaap nog af, denk ik. Peter. Manon? Ja? Jij moest toch naar het toilet? Laat maar, ik hoef al niet meer. Manon. Je wilde toch hele sterke koffie? Ja, maar dit is overdreven. Mijn vullingen lossen op, zeg. Goedemorgen. Oh, geen orders op aanrecht. Ordners heten die dingen. Dat zeg ik toch? Goedemorgen. Ik heb de hele nacht op een stoel gezeten. Hoe dat zo? Ik heb de wacht gehouden voor mijn onderkamer. De wacht? Hij was bang dat de Duitse troepen zouden binnenvallen. Ik ben gebroken.
Ik ben er ook nog twee keer afgevallen toen we om wilden draaien. Oh. Kan ik misschien ook nog koffie krijgen? Ja hoor. Tot die ordners. Het wordt tijd dat jij je eens gedraagt als iemand van deze tijd. Laat die twee toch. In mijn huis laat ik niet zomaar iemand bij Manon in bed stappen. Nee, niet zomaar. Jij moet zorgen dat je dochter voorbehoedsmiddelen gebruikt. Oh, nog mooier. Zeg, Manon, wordt het niet de tijd dat jij aan de pil gaat? Kijk je niet naar postbus 51? Condooms moet ze hebben. Ah, ja, natuurlijk. Als een beetje moderne ouder, dan zeg je tegen iedereen die hier uit een taxi stapt... Leuk dat je er bent. Hier heb je een paar condooms. Loop maar vast door. Manon is al boven. Doe geen moeite. Ik betaal die taxi wel. Jij moet Manon wat meer vertrouwen. Die weet best wat ze doet. Maar als ze het doet, dan moet het wel verantwoord gebeuren. Met een goede bescherming. Wie heeft er nou tegenwoordig geen condooms bij zich? Jij bijvoorbeeld. Oh, nee. Hier. Je weet maar nooit wat er gebeurt. In jouw geval wel. We moeten realiteit onder ogen zien. Manon is geen klein meisje meer. Of wil jij soms dat het in zo'n achteraf hotelkamertje gebeurt? Waar die neonreclame zo nerveus knippert. Van die smerige lakens. Van die vettige velourgordijnen. En dan van die gebarste spiegels boven het bed. En zo'n funzige hoteleigenaar die om de 5 minuten op de deur bonst dat de tijd om is. Wat betaal je nou nog voor zo'n kamer, Margreet? Je kunt het toch niet tegenhouden. Misschien heb je wel gelijk. Trouwens, dit hou ik ook geen nacht meer vol. Moest maar eens met Manon gaan praten. Juist. Je moet de verantwoordelijkheid bij haar zelf leggen, dan zal het best in orde komen. Ik zou toch uitkijken met die dingen als ik jou was. Uiterste gebruiksdatum maart 89. Fertig? Na klar. Kündig mich mal an. Ich komme. Ik ben zo benieuwd. Het laatste optreden dat ik heb gezien was het afscheidsconcert van een zangeres zonder naam. Prachtig. Mexico, Mexico, Mexico. Kun je niet mee vergelijken, Trudy? Nee, zo mooi als de zangeres zonder naam hoeft het natuurlijk ook niet. En dan nu, dames en heren, dames en heren, ladies en gentlemen. Hier is de zanger die iedereen zal doen verbleken. Bij Michael Jackson is trouwens al gebeurd. Hier is de fenomenale Detlef Baumgarten. Sulla Montanara, die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verhallen? Dat is Heino. Detlef, wat is dit nou? La Montanara van Heino. Ken je ook Freddy Breck? Du bist die schönste der Welt für mich, Manon. Maar dat is slagermuziek. Prachtig, laat hem nou doorgaan. Dus jij bent slagerszanger van slagerliedjes. Ja, klar. En dat zing je vanavond ook. Ja, klar. Ik weet nog niet womit ik aanvangen soll. Wat denkst du, Manon? Ik dacht met diesem. Rote rozen. Weet jij wat je met die rote rozen kan doen? Dat is niet zo snel. Dankzij jou staat morgen mooi voor de hele school verschut. Schut? Voor paal, voor joker, voor lul, stomme rotmof. Wat is met Manon? Waar is zich veel? Wat is los met Manon? Ja, ze is een beetje... Ja, voor haar is het natuurlijk... Ze vindt er geen ruk aan. Maar ze is die akoestieke niet zo goed. En ze keert niet om mijn stem, maar om het liedje zelf. Slagermuziek is niet zo populair hier in Nederland. Wat is dan populair hier? House. House? Wat is er nou toch allemaal aan de hand? Waarom moest ik nou komen? Detlef mag niet bij mij op de kamer slapen. Hij moet per se bij Peter. Mooi verschut natuurlijk. Ja, vervelend voor je. Ik zou hem ook kapot schamen. En ik vind het zo vervelend voor Detlef. Kan hij niet bij jullie blijven slapen? Natuurlijk. Wat vindt Detlef ervan? Nou, klaar. Die vindt het prima. Als ik je daarmee kan helpen, er is alleen één probleem.
logeerkamer staat vol met rommel. Dus je doet het niet? Jawel, maar niet op de logeerkamer. Dat heb ik hier neergezet. Als jij met die Detlef hier wil slapen, vind ik het goed. Ik heb geen bezwaar. Fijn, maar dat is niet meer nodig. Je bent nu oud genoeg om zelf die verantwoording te dragen. Detlef blijft hier niet slapen. Je bent oud en wijs genoeg om zelf te beslissen wat en hoe en met wie. Yes, zeg, straks ga je het me nog verplicht ook. Wat heb jij daar trouwens achter je rug? Nou, ik dacht van... Als... Pop, godverdomme condooms! Ja, ik dacht, als het dan misschien eventueel toch gebeurt, dan wel verantwoord. En daarom dacht ik van... Pap, rustig nou maar. Detlef blijft hier niet slapen vannacht. Hoezo dat? Hij blijft bij Kabi slapen. Bij Kabi? Ach, nou begrijp ik het. Wat vervelend voor je. Heb je laten vallen? Voor Kabi zeker. Heb je gezien hoe er haar zit? Kom nou. Nee, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik wil meer tijd. Misschien ben ik er zelfs helemaal nog niet eens aan toe. En ben je dan niet bang dat Kabi met Detlef... Dat is haar verantwoording. Ze moet maar doen wat ze niet laten kan. Ik ben trots op je. Dat heb ik toch een verstandige dochter. Je weet maar half hoe slim ik ben. Ja, maar dit had ik niet van jou verwacht. Oh, nou dankjewel. Je doet net alsof ik me door de eerste de beste popiopie in laat pakken... of ik meteen met iedereen het bed induik. Dat bedoel ik niet. Maar je moet toch toegeven dat je graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Nou, nemen we deze maar weer mee. Oh, laat maar hoor, die gooi ik wel voor je weg. Hier komt hij. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. We hebben hem eigenlijk nog nooit horen zingen. Is dat zo? Je nooit zegt, dat is waar. Ik voel me toch een beetje lullig. Het is net alsof ik Detlef van je heb afgepakt. Ja, wel nee, ik heb hier het gevoel dat ik hem bij jou gedumpt heb. Nou, je bent een echte vriendin. Und jetzt! Dank je wel. Und jetzt. Een optreden tegen discriminatie gaat internationaal. Het optreden van vanavond dat de hele wereld op zijn kop zet. Speciaal uit Duitsland voor een hele bijzondere act. Met de assistentie van Peter Kuipman. De onnavolgbare Detlef Baumgarten. Klaar, we zijn op rassen.